start valt. Voorzichtige start van King of Swing, de favoriet die niet in de buurt van de auto is geweest, gewoon in het veld ligt. Leiding wordt genomen door Maestro DF. Maestro DF, Henk Parker aan de buitenkant, ligt tweede. Daarachter, derde aan de relingzijde, is Cash Unlimited S. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Vierde plek aan de buitenkant is voor Marciano Hauber met Maharani. Daarachter aan de relingzijde ligt Mansa Nieuwpoort. Voorlaatste op dit moment is King of Swing. En de laatste plaats is voor Jem Heuveland. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Daar komt Henk Parker aan de buitenkant. Die geeft wat gas bij, de zoon van Bert Parker, en neemt nu de leiding over. Nieuwe leider Henk Parker. Daarachter ligt Maestro DF. En plaats 3 is voor Cash Unlimited S. Die wordt gevolgd door Maharani. En de eerste tussentijd is 1.14.6. Zo gaan we in een behoorlijk tempo op weg naar de volgende bocht. Leiding in handen van Henk Parker. Henk Parker wordt gevolgd door Maestro DF. Maar dat aanvankelijk de leiding had. En daarachter op plaats 3 wordt rustig in het veld gehouden Cash Unlimited S. Op de vierde plek daarachter volgt dan Marciano met Maharani. En de eerste die aan de buitenkant nu naar voren begint te komen is King of Swing. Favoriet meldt zich aan de buitenkant. King of Swing gaat proberen wat op te schuiven. Gaat voorbij aan Mansa Nieuwpoort op dit moment. En achter hem aan gaat GM Heuveland. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. En daar komt ook Cash Unlimited S van de reling af. Zo gaan de paarden in de stromende regen. Het was net nog sneeuw, maar nu is het gewoon regen. De laatste kilometer opzoeken. 18-6 de tussentijd. En het is Henk Parker met een lengtevoorsprong. Maestro DF ligt tweede. Daar komt Cash Unlimited S aan de buitenkant dichterbij. Achter hem aan komt de favoriet. En dat is King of Swing. En zo gaan de paarden de rechterbocht in. Compact pelotonnetje onder aanvoering van Henk Parker. En die gaat als eerste de rechte lijn overzijde in. Henk Parker verhoogt nu het tempo. Buitenkant Cash Unlimited S. Henk Parker had een mispasje, een paar shuffeltjes. Maar blijft wel op de been. En zo gaan we de rechte lijn overzijde door. Henk Parker met aan de buitenkant Cash Unlimited S. Daarachter Maestro DF. En daarachter aan de relingzijde aan de buitenkant volgt King of Swing. Relingzijde is voor Maharani. Aan de buitenkant Jem Heuveland. Tussentijd 18-4. Laatste op dit moment is Mansa Nieuwpoort. Paarden gaan de laatste bocht in. Henk Parker, die af en toe wel eens een moeilijk momentje heeft, blijft wel op de been en heeft nog steeds zijn lengte en is halverwege de Tjarda-bocht. Cash Unlimited S komt dichterbij. Daarachter aan de relingzijde Maestro DF. En daarachter ligt King of Swing in de wachtkamer. Het zijn de eerste vier paarden en zo komen ze ook in de laatste rechte lijn. Henk Parker nog altijd een klein voorsprongetje. Cash Unlimited S gaat hem nu aanpakken. Henk Parker, Cash Unlimited S aan de buitenkant, komt er schuin naast, maar is er nog niet voorbij. Henk Parker aan de binnenkant, Cash Unlimited S aan de buitenzijde, verliest zijn loop en springt weg. Henk Parker is nu de makkelijke leider. Nummer 1 galop. Henk Parker de makkelijke leider. Mansa Nieuwpoort moest om al die paarden heen slalen, maar wordt heel knap tweede. En de derde plaats is voor Maharani. 1-16-8 voor de winnaar.